Goeiedag. Ja, daar ben ik. Mijn naam is Eline Ulaan. Welkom bij dit filmpje. We gaan vandaag weer een roos schilderen. Gisteren hebben we de roze roos gedaan. En deze keer ga ik er een gele roos bij doen. Ik schilder die in de stijl van Gary Jenkins. Niet te vergeten ook zijn vrouw Catherine Jenkins. Ze geven nog steeds les in Arizona. Sedona, Arizona, in de bloemschildertechniek. Nou, ik vind hun techniek de beste techniek voor bloemen die er is. Ik zet gauw mijn cameraatje goed. En dan gaan we beginnen. De kleur geel is best wel lastig om te schilderen. Ik hoop dat het licht een beetje goed is. Kijk, ja, nou moet kunnen. Ik vind het een beetje tegenvallen. Je begint natuurlijk weer met een ondergrond te schilderen. Ik doe dat nu met een soort van donkergeel. Die heb ik zelf gemaakt van een permanent geel met een klein beetje permanent rood erdoor. Nou, als je vaker kijkt naar de filmpjes van Gary, dan zie je dat hij ook wel gebrande sienna gebruikt in die achtergronden. Ik heb gemerkt, en ik vind dat mijn rozen, die worden daar een beetje bruinig van. Nou, ik wil even van dat bruinige af. Soms gebruik ik bij gele rozen, lichtgele rozen, ook juist grijs in de ondergrond. Ik zal het ook wel een keertje laten zien. Maar vandaag heb ik dus een donkergeel. Oké, daar zetten we dan de schaduwen in. En voor die schaduw pak ik. Ja, schrik niet. Een beetje groenig. Ik zoek weer de kop en schotel. Vaak zie je in gele bloemen een wat groenige schaduw. Dit is een beetje anders hè, dan Gary dat doet. Probeer het maar eens. Misschien heb je wel eens gemerkt dat als je dat gebrande sienna gebruikt, dat ze toch niet zo realistisch worden. Nu ga ik in het midden van de roos, om de schaduw te versterken, toch even ietsje, hoe noem je dat, permanent, krapplak doen. Dus dat is een crimson rood. Dus ik blijf even weg van de bruinen. En ik bouw hem op met groen en rood. Nou, uiteindelijk krijg je dan toch ietsje bruinachtig. Hè? Zo. Oké. Nu ga je de vormen van de blaadjes aangeven. Nou, ik had in het vorige filmpje altijd al gezegd dat ik altijd al een blaadje wilde tekenen. En kijk, daar is die. Als je de vorm van je blaadjes ziet, dan zoek je naar het verdwijnpunt van je blaadje en je gaat van buiten naar binnen strijken. Zo, zie je? Dat betekent dat als je een blaadje van boven ziet, dat je dan dit krijgt. Dus dan moet je van beneden naar boven strijken. Nou, is altijd handig als je voor jezelf thuis zo'n blaadje maakt, als je dan niet goed weet hoe waar het verdwijnpunt zit en hoe die blaadjes zitten. En dan kan je hem zo even alle kanten opbuigen. Hopelijk ben jij iets handiger dan ik. En dan kan je goed zien welke kant je op moet strijken. Oké, dus we gaan eventjes een blaadje zoeken. Ik doe hier een blaadje. Hier is het verdwijnpunt, dus ik strijk naar het verdwijnpunt toe. En ik doe dat met een ophaalstreekje. Zo. Dus ik zet hem neer en ik haal hem op. Hè. Dat is natuurlijk heel belangrijk, dat je die techniek goed onder de knie krijgt als je rozen wilt schilderen, zoals Gary Jenkins dat doet. Hier zit er ook een, zie je.
Ik begin altijd aan de buitenkant. Meestal overlappen blaadjes aan de binnenkant de blaadjes aan de buitenkant. Nou, zoals je weet heb ik ook intussen al een filmpje, zelfs een paar filmpjes, in het Indonesisch gemaakt. Ik heb daarvoor een nieuw channel geopend. Dat is het kanaal Bunga Biru. Dus als je Indonesisch bent, ga naar het kanaal Bunga Biru. Dat betekent blauwe bloem. En kun je mijn filmpjes in het Indonesisch volgen. Zie je? Oké, dan gaan we hier aan de binnenkant wat kleinere blaadjes doen. Ik probeer het natuurlijk een beetje snel. En als het goed is, dan zie je wel dat die kleuren best goed werken zo. Ik heb niet altijd precies een bepaalde volgorde hoor voor mijn roze. Ik probeer wel wat structuur erin te brengen voor de filmpjes natuurlijk. Zo. We gaan hier nog even ietsje ophalen. Zelfs wel een beetje wit gebruiken. Je kan je highlights kun je met een wit doen, hè? Even kijken. Dan wil ik dat hij hier nog wat blaadjes heeft. En deze nog een keertje aangeven. Oké. Nou. Dan kunnen we hier nog wat omgeklapte blaadjes maken. Die hebben we gisteren ook geoefend. Je zet hem scherp, duwt, terug, duwt en weer scherp. Zie je, dan krijg je zo'n omgeklapt blaadje. Dus scherp, duwen, scherp en duwen. Dit is een techniekje. Ja, als je er even op oefent, dan gaat dat op een gegeven moment best wel goed. Ik moet zeggen, ik sta er een beetje onhandig voor. Dat zei ik de vorige keer ook al. Maar dit is echt zo. Nou, ik hoop dat je het goed kunt zien. Ik heb hier een beetje last van het licht. Goed, ik wil het niet te lang maken. Je kunt dan nog natuurlijk het hartje in de roos maken. Ik doe dat hier ook. Nou, ik zou eventueel een krabplak kunnen nemen. Kan erg mooi zijn hoor, voor bloemen. Om het op te bouwen met een krabplak. Crimson Road. Crimson Road. Wat mij nou. En een beetje geel. Oké. Dus zo kun je de gele roos maken. Nou, ga ik nog even terug in beeld. Als het weer lukt. Nou, ik hoop dat je het leuk vond. Maak dat blaadje thuis en ga lekker oefenen. En experimenteer wat met kleurtjes. Hè. Kijk ook gewoon wat voor jou goed werkt. Nou, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer.